Volgens minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is de regering bezig met projecten om Surinamers te trainen. Volgens hem zal er hiermee invulling gegeven worden aan het gebrek aan kader voor de olie- en gasindustrie. Volgens McAndrew worden er ook mogelijkheden bekeken om vakscholing naar een hoger niveau te tillen. We zijn onder andere bezig nu met een IDB-project. Waar we erin zelf voorzien dat Surinamers getraind zullen worden om ook bepaalde posities in de oil- en gassector, maar ook in andere industrieën waar er nu geen kader is, te kunnen vervullen. Dus het heeft onze aandacht. Het project moet nog worden goedgekeurd door de board van de IDB. Minister McAndrew geeft verder aan dat Dennis Zulo, directeur van ILO, Decent Team and Office of the Caribbean, een maand geleden in Suriname was. Tijdens dit werkbezoek heeft de Internationale Arbeidsorganisatie, die expert is op het gebied van gericht technisch onderwijs, enkele aanbevelingen gedaan aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, de SAO. Een ILO-expert op het gebied van technisch en beroepsgericht onderwijs, die ook wat aanbevelingen heeft gedaan aan de SAO, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. En een van de aanbevelingen was om te gaan naar een CARICOM Vocational Qualification Level 1 voor de vakopleidingen. Dus we zijn ermee bezig. Die issue heeft onze aandacht uiteraard. En we gaan kijken van, ook in andere sectoren gaan we kijken van waarom bepaalde vacatures niet gevuld worden. Om zodoende beleid uit te stippelen op dat gebied.